Yo, what up guys, van Den Den, van harte welkom op mijn kanaal en welkom terug bij de serie van Days Gone. Waar ik nog steeds een beetje schor. Nee, niet echt schor, wat is het? Een beetje verkouden klink waarschijnlijk voor jullie. Iets wat verwarrend wellicht ook, omdat de series door elkaar heen geüpload worden. En bij sommige opnames was ik nog niet verkouden en bij sommige wel. Dus ik mag zeggen, oh Denna, je klinkt al wat beter. Ja, vind je het gek, het was 2 weken daarvoor opgenomen. Maar goed, we spelen Days Gone. Het is aflevering 17. We gaan verder in Iron Mike's kamp met een snelle opslag. Hier had ze Iron Mike's kampie, waar we pas net zijn aangekomen. Pas net wat klussen hebben gekregen. Eigenlijk wat krediet en vertrouwen moeten opbouwen om Boozer hier überhaupt te laten opknappen. En waar we natuurlijk de vorige aflevering eindigden. Met dat die wolven achter ons aangerend kwamen terwijl ik het kamp inging. Dus toen hebben we voor het allereerst deze gasten aan het werk gezien. Nou goed, heel spannend. We hebben een nieuwe missie klaarstaan. Dat gaat volgens mij om Lisa. Lisa is namelijk op een klus gestuurd door Iron Mike. En is vervolgens vermist geraakt, zoek geraakt. Wat dan ook. Ik weet eigenlijk niet wat het exacte verhaal is. Maar dat bevindt zich dus in deze omgeving, je verhaal. Je bent nu veilig op zoek naar Lisa in een rogue camp. Maar we hadden hier ook nog een story mission. Hier, verhaal, verscheurd. En dat is dus het verhaal wat verscheurd heet. Gaat over de Rippers. Gaat om Rippers in gebied van Copeland. En dat is toch ook wel fucking heftig. Hier gaat het ook om verscheurd. In het gebied van Ada Tucker. Haar kamp. En dan hebben we nu hier een area waar Lisa alweer kwijt is. Alleen er staat wel bij extra verhalen. Verscheurd. En daar heb ik nog niks voor gedaan. Dus ik denk dat ik deze ga uitzetten. En dat ik toch echt met een hele grote fast travel richting Copeland ga. Die missie ga aanzetten. En dan daar gaan beginnen aan de verhaallijn verscheurd. Om eerst daar wat progressie voor op te bouwen. Voordat wij daadwerkelijk naar Lisa gaan. Zoek uit waar het kamp ligt. Gehoord van een Ripper camp op een gigantische afstand. Ik wil dit alleen wel doen met een volledig volgetankte tank. Want het kan ook niet anders. Je kan niet fast travelen zo'n grote afstand als je geen brandstof hebt. Dus laten we dat eerst even doen. Geen klus beschikbaar. Ricky staat ook gewoon dag en nacht. Dag en nacht naast de motor. Bijtanken. Hartstikke idee. Ik denk persoonlijk dat dit genoeg moet zijn om de fast travel te kunnen maken. Ik weet het niet. We gaan het zien. We fast travelen. Ja, kijk, we fast travelen wel naar Copeland. En vanaf Copeland rijden we naar de missie toe. Dus let's fucking go, guys. Aflevering 17. Heb er zin in. Oké, dat stukje heeft dus de helft van mijn tank gekost. Wow, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? I know him. Snel, let me in. Waar hadden ze ruzie mee? Zo! Damn. Dat waren er best wat. Maar goed, ik haal hier weer trophy progression voor, want lijken onderzoeken, dat moet iets van... Wow, check die textures. Die textures zijn niet ingeladen. De eerste keer dat ik dat zie in deze game. Kijk, en daar komen de textures. Nee, maar goed, deze lijken onderzoeken, dat moet je een stuk of 200 keer doen en dan heb je een trophy binnen. Dus ja, ik vind het best, we doen het wel eventjes. Nou ja, die missie van dat Ripper Camp is een klus van Copeland. Dus laten we dat ook even doen. En dan ga ik kijken met een volle tank, dat sowieso. Of er hier überhaupt nog wat te doen is, volgens mij niet. Nee, ik ga het niet eens bekijken. Ik heb ook niet genoeg geld, valt me op. Hey, drop by next time. Might have something new in. Thank you.
Okay, let's go. Op naar de Rippers. Beetje hysterisch was dit. Maar prima. Ik kan het niet. Heb je ooit iemand in het echt wolven in elkaar zien mappen? Met een honkbalknuppel met spijkers. Dan ben je toch wel echt savage rank 3. Dat je gewoon denkt, weet je wat, er is een zombie-apocalypse. Ik beuk ook gewoon tegenwoordig wolven in elkaar met een homoknuppel. Geen normale jacht meer nodig. Niks pijlenboog. Niks hunting rifles. Zo, wat een lekker wijfje. Heb je de maaginhoud gezien? Nee, dat. Oké, here we go. Thanks voor het doekje. Thanks voor ammo. Oh, hier kan ik niet opklimmen, wauw. Ja, even mijn motor pakken weer. Ja, we waren toch wel lekker in de buurt op zich van dat Ripperkamp opeens toen ik dit kruisje zag. Dan toch even snel opslaan als dat kan. Kan niet op een schuine helling. Hier is het er. Who's man are you awake? Is er een beer? Just feeling a little out of it. Look, I'm on my way out to separation. I know Cope says his ribbon can number. He's far north. Yeah, Boozer. What the hell's going on with these guys? Alki said the Rippers were looking for us. Yeah, price in their hand. I've killed my share of crazy bastards, but I never went out of my way. Not that I remember. Yeah, that's what I thought. Rippers. Deacon out. Jongens, ik wil het snel opslaan. Kan dat? Ja, thanks. Oké. Nice. Ja, ik heb waarschijnlijk al erg veel geluid gemaakt, überhaupt. Oh jee. Ik moet echt even hier chillen, want ja, het is namelijk niet de bedoeling dat ze me meteen gaan spotten als ik iets stels wil doen. Maar ze komen natuurlijk op het geluid van mijn motor af, dat snap ik zelf ook wel. Weet je wat ik mij afvraag? Waarom die Rippers zich hebben gehuisvest hier in een gebied van Copeland? Dat ten eerste. Maar wie hoor ik op de achtergrond in... Het is net of ik Joseph Seed hoor door zo'n monitor praten. Rippers, sir. Fuck off. Rippers, sir.
Heerlijk, ik wist niet eens dat je dat kon slopen en dat het daadwerkelijk iets van een prestatie zou opleveren. Of nou ja, wat is het? Het is niet eens een prestatie, het is een soort van progressie, een challenge lijkt het wel. Oké. Vet wapen wel, man. Oké, I'm moving. Oh shit, versterkingen. Holy shit, waar gaan versterkingen vandaan komen, joh? Ik hoor tegelijkertijd ook zoveel van die freakers. Waarom hebben hun daar geen last van? Nice. Very Gucci, very snel. I am very Gucci. Nee. Ik ga niet nu al op zoek naar Lisa, jongens. Ik ben hier gewoon wat aan het doen. Namelijk een Ripperkamp aan het destroyen en ze daarna lekker looten. Gulp, it's done. The Rippers up here won't bother anyone ever again. Oh, St. John, that's good news. I talked to Manny the other day, some of the others. I know you've been doing things for the camp. I just wanted to say thank you. Mark Copeland out. Save it for later. Rare gasten, man. Should be the trick. Echt rare gasten. Deke, you there? Ja, daar ben ik. Find that Ripper camp? Yeah, Boozer, I found it. You think they were up here looking for us? I don't know, Boozman. I was too busy stopping them from cutting my eyes out to ask. Sorry, brother. I wish I'd been there. Sure, man. Yeah, I know. Deacon out. Weet je wat mooi was? Het ging op een gegeven moment vrij rap. Might be useful. En hoe dan? Nou, ik had de 4-in-1 hier. Copeland. Dat hoorde ik dus. Come here. Die hadden ze vastgebonden gewoon. Hey, Cope. Yeah, let me guess. You got a job for me. Okay. I'll swing by when I get a chance. Deacon out. Ga terug naar Copeland's kamp. Hij heeft een nieuwe klus. Ja, vind ik op zich prima. Even terug naar de motor dan. Zo snel mogelijk. Even kijken. Ja. Waarom staat die steeds aan, joh? Snap ik niet. Er is nog zoveel te doen hier. Ook dit is in de buurt.
Maar dan moet je wel voor omrijden. Dan rijden we wel eerst naar hem toe. Bescherm de zwakkere. Ga terug naar Copeland's kamp en praat met Copeland. Ja, is prima. Maar dan hebben we ook nog deze. Ik heb 2 vaardigheidspunten omdat ik op vaardigheidsniveau 12 zit. Oké. Okay. Wat wil ik ook weer doen? Herstel stamina met elke melee aanval. Kost 1. Die wilde ik al een tijdje hebben. Rol om snel te herstellen nadat je bent neergeslagen. Oké. Okay. Geef melee wapens de kans op kritieke treffen tegen mensen, zwermers en jonkies. Oké. Okay. Oh, deze wil ik hebben, man. Hey, punt maken is gewoon echt kruisboogpijlen die meer schade doen. Dat is natuurlijk precies in mijn straatje. Let's go, man. Het blijft zo lekker om gewoon door die game heen te rijden. Prima, ik plaats even mijn motor... Gewoon casual, weet je. Gewoon even bij de keuken. Yo, what up, Copeland? St. John, got a job for you. Cope. You want Manny to work on your bike? Only one way that's gonna happen. I gotta do runs for you. Yeah, I heard you. I need you to deal with a marauder camp near those burned out shacks along the Cascade Highway. You know where I'm talking about? Yeah, I know it. Radio me if you want to know more. Hij is nooit meer teruggekomen. Het is best wel dichtbij ook. Oké. Okay. Deke, hey. Haven't seen you around much lately. Thought maybe you'd gone up north without me. Jesse, no. We haven't gone up north. Boozer's, Boozer can't ride anymore. He's, we're down at Lost Lake Camp, and I don't think that we're going anywhere. Jesus, Deke. Look, I'm sorry I didn't know. I mean, I heard rumors coming in from the shit, you know, that Boozer was hurt or whatever, but I didn't know it was that bad. It was. Look, the offer stands. If we head north to Smith Rock, you're coming with us. You got that? Yeah, Deke. Sure. Whatever you say, man. Oh, okay. Waarom wil je deze random goche mee in godsnaam? Stay safe. Hey, hold on. Even snel opslaan. Is helemaal niet zo ver waar we naartoe moeten. Dus ik ga er gewoon meteen heen ook.
Oeh, ging net goed. Helemaal afgeleid van al die kruisjes hier, man. Kijk, laat de motor wel even staan hier. Ik hoor nu al gassen in de achtergrond. Godverdamme. Zo stom. Je hebt een voetsporenpad dat je volgt, maar je hebt ook precies een markering. Dus je weet precies waar je heen moet. Een beetje too easy, man. Cope, I'm heading to that drifter camp along the highway. What else can you tell me? Not much. We followed one of our supply runs. Got a little too close. I sent a man to check him out. He never came back. You sent anyone to find him? Yeah. Man named Deacon St. John. Cope out. All right. What have we got? You're mine now. Nou jongens, op hoop van zegen. Wat? Oh, het is gewoon een tak. Ik dacht even dat iemand daar was opgehangen in die boom, man. Red Dead Redemption praktijken. Okay. Let's take a look around. Corso. Okay, let's see. What's going on here? Zo mooi met die lichtval, jongen. Is het er maar één? Denk het. Saved his ass, man. No more, no more. Just shut up. I'm cutting you loose. What? What? You're not. Copeland sent me. Come on, get up. Oh my God. Thank you. Thank you. Come on. They were following us on a supply run. I didn't know what to do. Hey, shut up. Can you run? What? Yeah, yeah. Well, then run. Go. Thank you. I'll tell Copeland you saved my life.
Wat was het ook al? Easy, man. Bescherm de zwakkeren. Mensen die misbruik maken van de zwakkeren, niet waar ik bij ben. Dat zijn dus eigenlijk gewoon allemaal inwoners van Copeland's Camp die de hulp nodig hebben en wij helpen. Ik ben echt een vieze klusjesjongen. Ik kan hem niet looten, het zit helemaal vol. Oké. Nou, terug naar de motor, dat ten eerste. Op de kaart is er voor de rest bijna niks. Dus ik ga denk ik daarheen om daar de aflevering te eindigen. Kunnen we altijd nog tanken onderweg. Want ik wil niet continu geld uitgeven aan brandstof. Vind ik zonde, man. Want je geeft geld heel makkelijk uit in dit spel. Die kampkrediet raakt meer en meer op aan brandstof. Terwijl als je bedenkt de manier om geld te verzamelen uiteindelijk is veel moeilijker dan het uitgeven. Dus ik wil echt een beetje op mijn geld gaan letten. Even kijken, ga ik nou... Ja, ik ga wel even meteen hierheen. Wat anders is straks gewoon het benzine op. Godver. Het is net alsof die auto's elke keer weer anders geplaatst staan of zo. Heel verwarrend. Lekker man, die irritante raiders elke keer. Wil je gewoon even chill tanken en dan gaan ze dat doen. Maar goed, de volgende keer map ik ze wel gewoon in elkaar. Want dat is overigens ook weer trophy progression, hè. Mappen met een eigen geïmproviseerd wapen. Met spijkers. 200 kills ervan, ook een trophy. Als je dat soort dingen, als je daar gewoon tijdens je let's play een focus op legt, dan duurt het achteraf veel minder lang. Net zoals dat ik om het minste gerins gewoon ook repareer, want dat is ook trophy progression. Elke keer weer een beetje schroot erin. En dan moet je in no time toch wel die trophy gaan krijgen.
Is daar een brug? Ja. Holy shit, tegen een wolf gewoon raak? Oké, man, damn. Dit was wel een beetje een hysterisch binnenkomst, maar let's go, we gaan ons er doorheen schieten gewoon. Hey, lekker bezig, pik. Wel vet dat ik gewoon in alle hectiek alsnog het voor elkaar kreeg om die getimede driehoekje aanval te doen op die wolf. Want die was oprecht pittig. En dit arme beest zat vast in die berenval. Ik heb in ieder geval de bunker al gevonden. How many drifters you ambushed down there, huh? Aan de geluiden te horen komen ze toch niet opeens omhoog gerend, toch? What the hell? Dat doen ze dus wel. Laat ze alsjeblieft terugkeren naar die grot. Oké, guys. Zo easy kan het gaan. Maar het spel kan het je ook zo moeilijk maken. Maar het kan dus ook echt oprecht zo easy gaan. Ik wil natuurlijk al die premies verzamelen nu. Wat de hel, ouwe. Plus 15 zwermeroor, plus 21 zwermeroor.
Heerlijk, hatzee. Maar wat hebben we hier dan op klaarlichte dag? Oh, dit was gewoon helemaal niks. Nee, hier chillden ze gewoon oprecht. Hier hebben ze namelijk de vorige aflevering heb ik hier echt issues mee gehad. Dat het opeens helemaal leeg stroomde hier. Ja, ik vind nog steeds een... Auw, what the fuck. Dat was echt heel dom. Om er dan alsnog in te rennen. En de vorige keer kostte het me echt bijna mijn leven. En nu, ja, prima, in no time doorheen gegaan. Maar ik zet dit wel even aan, want volgens mij staat het nog niet aan. Ah, nee, wel. Oké, top. Ik heb bijna alleen maar afstandkills gemaakt. Die boog, die werkt echt fantastisch. Die valt precies binnen mijn playstyle, zeg maar. Oh, is dit een zwaar bewapende man? Oh shit. Ik ontweek zijn schot. Oh, I think that's it. Roads will be a little safer now. I mean, not much, but a little. Kijk ook hoeveel kruisjes er nog beneden staan, jongens. Op die kaart. Dus allereerst, mijn pijlen terug, is wel handig, beetje ammo oppakken, sowieso deze kruisjes afgaan, want ik heb ze bijna allemaal gekillt met die kruisboog. En ja, ik heb gewoon een mooie combinatie van skills, namelijk dat je de kans hebt dat je een pijl terug kan oppakken, right? Als je met een kruisboog een kill maakt, dat je dus gewoon terug de pijlen kan oppakken die je hebt afgevuurd. En daarnaast, in combinatie met dat kruisbogen meer schade doen, gaan ze allemaal gewoon in één keer dood. Perfect. Oké. Ja, gelukkig had ik meteen die bunker al gevonden. Here it is. Dus dat is het ding niet. Maar ik ben vooral benieuwd naar al die kruisjes. Dus daar ga ik mijn aflevering eindigen, bij al die kruisjes. Even kijken waar het is. Hello, a map. Looks like they marked it up pretty good. Hello, a map. Eigenlijk maak je dus misbruik. Hun knowledge van het gebied, die jat je gewoon. In de laag kampjager staat op 29% inmiddels. Nice! Vervaardigingsrecept. Ik kan dat ding eraan maken. Helemaal een soort zaag. Fucking vet. Love this. Nee, niet mee uitrusten. Munitie op 100%. Beetje vreemd. Waarom is mijn andere wapen, staat die niet in de locker? No idea. Even een tukje doen, hè? It's like Boozer says, you hear a bunk calling my name.
Let's go. Is het meest onlogische tukkie wat ik ooit gedaan heb. Om lekker vanaf de middag te gaan slapen naar de avond toe. Terwijl ik de avond altijd haat in het spel. Maar goed. Hier moet het dus zijn. Oh. Ze hangen natuurlijk aan de touwen. Zijn dat die kruisjes? Maar dat zou dan toch ook betekenen dat ik de premies moet kunnen oppakken of wat? Ik het even testen? Of dit werkt? Oké, okay, het heeft me wel wat ammo gekost, maar het lijkt mij dat dit... Oh. Good night. Het lijkt me dat het wel wat premies heb opgeleverd. En daar eindig ik dan deze 17e aflevering van Days Gone. Hoop ik dat jullie hebben genoten. En waar natuurlijk de volgende part weer bij zijn, waar we verder gaan met al deze gekke avonturen in dit spel. Het is wel echt genieten hoor. Hier nog premie van de vorige keer. Kut. Ik kijk steeds niet verder dan mijn neus lang is. I'll take this. I should do it. Zwemmer oor. Kijk, dit zijn gratis premies. Kosten wel ammo. Maar ja, so be it. Oh my god, really? Ik heb deze vallen zelf geplaatst. Sinds wanneer kan je in je eigen vallen staan? Oké, helemaal leuk. Guys, tot de volgende aflevering. Waar we in aflevering 18 verder gaan. Met of shit voor Ada Tucker. Of shit voor Copeland. Of we gaan naar Iron Mike. We zien het wel. Tot de volgende, guys. Later.